Hoeveel heeft de trainer van FC Twente van zijn vakantie kunnen genieten? Ja, dat is wel voor een groot deel gelukt. En dan komt er heel vervelend nieuws naar buiten. Hoe komt dat op dat moment bij jou aan? Ja, dat komt heel hard aan, omdat je verwacht, had eigenlijk een ander bericht dat het positief zou zijn. En dat waren eigenlijk ook wel, was ook wel het gevoel en ook wel de signalen die we waren gekregen. En dan komt die misschien wel extra hard aan. En daarna ga je op vakantie en dan komt het tweede moment natuurlijk waar het nog een keer bevestigd wordt. Ja, dan denk je, ga je wel nadenken zo van, gaat dit uiteindelijk wel goed komen? En dan zit je toch wel tweetal weken echt te wachten op van, nou, wanneer gaat die duidelijkheid komen van die beroepscommissie? En dan is het afgelopen vrijdag natuurlijk wel een moment dat je denkt van, goh, opluchting. Hoeveel vertrouwen had jij daarin? Er waren natuurlijk veel mensen die dachten van, ja, die nadat de rechter een slechte uitspraak had gedaan van, nou, die beroepscommissie. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had daar geen goed gevoel bij. En ik had ook verwacht dat de beroepscommissie anders zou beslissen. Maar toch, in je achterhoofd hoop je natuurlijk altijd dat het anders is. En wil je ook dat het anders is, ook voor de club en voor de sponsoren, voor de toeschouwers. Maar ook voor het personeel, dat je gewoon wel in de Eredivisie blijft. En gelukkig was dat ook terug te zien op het moment dat bericht positief naar buiten kwam. Is er überhaupt sprake van geweest dat bij een Jupiler League scenario dat iets voor jouw positie betekend zou hebben? Nee. Nee, helemaal niet. Hoe dan ook zou jij voor de groep hebben gestaan? Ja, goed. Ik bedoel, ondanks dat je dan eventueel in de Jupiler League komt, dan is Twente een te grote club om daar degene van trainer van te willen zijn. En dat was voor mij geen vraag of dat eventueel anders zou moeten. Het is natuurlijk nog heel veel onzeker. Hoe is dat voor jou om zo te werken? Ja, nou ja, kijk, hoe sneller je de selectie compleet hebt, hoe prettiger dat is voor een trainer, maar ook voor de groep, maar voor iedereen. Omdat je dan ook sneller kunt toewerken naar vastigheden in de groep en ook sneller kunt toewerken naar een vast elftal. Maar goed, in deze situatie weten we dat ons dat meer tijd gaat kosten en daar moeten we rekening mee houden. Nu zit iedereen natuurlijk te wachten tot Gutierrez en Ziyech worden verkocht. Dat zijn toch wel namen waar belangstelling ook voor is. Het is ook gezegd van dan pas kunnen we zelf wat doen. Nou, die lijstjes liggen neem ik aan klaar. Zijn die opties ook allemaal nog beschikbaar? Want er zijn natuurlijk ook al wat opties wie dan door anderen worden ingepikt. Ja, maar goed, zo werkt het gewoon. Kijk, uiteindelijk als jij dingen wilt, dan kun je spelers heel lang daarin proberen te overtuigen dat ze geduld moeten hebben. Maar die moet ook voor hun eigen carrière kiezen. En dat betekent inderdaad wel eens dat er een speler ergens anders een contract tekent dan bij ons. Nou ja, dat is uiteindelijk de situatie waar wij mee te maken hebben. En vervolgens is het aan ons om te zorgen dat we dan toch met andere spelers op de proppen komen die een versterking voor ons kunnen zijn. Zijn er op dit moment spelers waar jullie mee in contact staan die het een soort van aandurven om even in de wachtkamer te blijven? Ja, die zijn er zeker wel. Alleen dat zal blijken of de komende dagen, zeker weken, of dat inderdaad ook uitmondt in dat we hier die spelers hier op het veld gaan zien. Zitten daar ook oude bekenden bij? En dan doe ik vooral op gezichten waar de contracten van afliepen afgelopen seizoen. Nou ja, daar zijn zeker wel een aantal jongens bij waar wij heel nauw contact mee onderhouden. En het zou mooi zijn als daar iets mee gaat gebeuren. Wie zijn dat? Ja, daar kan ik er niks over zeggen. Ik denk niet dat het verstandig is om op naam in te gaan. Uiteindelijk als wij uiteindelijk het voor elkaar krijgen om een aantal spelers rond te komen. En dan zullen we dat zo snel mogelijk melden. Iemand waar al veel over gezegd is, van ja, Carlo Virgilio, die meldt zich dan natuurlijk ook weer gewoon. Jij zei al van ja, hij krijgt gewoon weer een kans. Hoe lang geven jullie hem dan de tijd? Kijk je dan eerst de voorbereidingen aan of hoe gaat dat in zijn werk? Nee, ja, Carlo is gewoon contractspeler bij Twente. En uiteindelijk moet hij gewoon hier zorgen dat hij gewoon een speler wordt die belangrijk wordt voor het elftal. En zolang hij hier onder contract staat, kan dat prima. Kijk, mocht er andere opties voor hem zijn, dat gaan we dan wel zien of dat inderdaad zo is en hoe we dat dan gaan oplossen. De vergelijking met Cabral is snel gemaakt, die zag ik ook al opduiken. Is dat ook iets wat jij hem ook letterlijk voorhoudt, zo'n situatie? Nou ja, dat zijn natuurlijk wel dingen waar je met zo'n jongen over kunt hebben. Dat, maar uiteindelijk gaat het erom hoe hij zelf de handschoen oppakt. En dat is op die manier zou je dat kunnen vergelijken met elkaar. Maar goed, ik denk dat het wel twee andere types zijn, twee andere personen zijn. Dus de ene vergt wat meer bepaalde aandacht als de ander. En met Kaal gaan we dat de komende dagen bekijken en welke knopjes we daar gaan draaien.